Ja, ze noemen het een Le Mans prototype. Dus dat is echt een auto die dus ontworpen is voor 24 uur lang volhouden. Als ik jou vraag wat de hoogste berg ter wereld is, dan zeg jij waarschijnlijk de Mount Everest. Maar is dat zo? Eigenlijk is de Mauna Kea op Hawaii meer dan 1 kilometer hoger. Maar het grootste gedeelte van de berg is verborgen onder water. Precies 10 jaar geleden dook ik onder water in Eindhoven. En werd sindsdien iedere dag verrast door de oneindige mogelijkheden van techniek. Wist je bijvoorbeeld dat je met behulp van data science regenwouden kan beschermen? Of dat je op korte termijn binnen enkele minuten je elektrische auto op kan laden? En dat je een biertje kan brouwen op ijzerpoeder? Het is tijd om boven water te komen. Auto's, vliegtuigen, boten, er bestaan verschillende middelen voor het transport van A naar B. Hoe gaan de ontwikkelingen binnen mobiliteit? Ik kan één ding zeggen, het gaat snel. Heel snel. Hey Renier. Hey Elisabeth. Hallo. Nou, fijn dat ik hier mag zijn vandaag. Welkom. Jij kan mij iets vertellen over Emotion. Ja, zeker. Wij met Emotion zijn eigenlijk bezig met het ontwikkelen van een snelladende raceauto. Waarmee wij uiteindelijk aan 24 uur van Le Mans willen doen. Een van de meest prestigieuze en moeilijke races om aan mee te doen. Zoals de naam zou suggereren is het een race die 24 uur lang duurt. Waarin het eigenlijk het doel is om zoveel mogelijk rondjes te rijden. En wij zijn er eigenlijk de eerste in die dat elektrisch willen gaan doen. Oh wauw, en dus die 24 uur, dus daar zijn allerlei teams die daar aan meedoen. En 24 uur klinkt voor mij ook ongelooflijk lang. Ja. Komt überhaupt iedereen over de streep dan? Of? Nee, zeker niet. Eigenlijk ben je al, zeggen ze, een winnaar als je de eindstreep haalt. Dus als je 24 uur lang hebt volgehouden. Dus dat hopen we sowieso te doen. Het is echt een test eigenlijk voor onze technologie en voor onze auto. Ja, ja, zeker omdat de eerste is die dus volledig elektrisch is. Dus dat is zeg maar überhaupt... Ja, klopt. Dus, er zijn meerdere geweest die het op waterstof aan het proberen zijn. Of die zijn er nog steeds. Maar wij zijn de eerste die het echt met batterijen willen doen. En die vooral ook dus snel kunnen opladen. Zoals ik al zeg, de auto die moet eigenlijk een gewone pitstop kunnen uitvoeren. En in die pitstop moet die dus eigenlijk opgeladen worden. Nou ja, dat moet dan wel snel gebeuren, want de gemiddelde auto die zou er nu ongeveer 20 minuten over doen. Dat is gewoon te slow eigenlijk als je 24 uur maar hebt om honderden rondjes te rijden eigenlijk. Ik luisterde wel heel goed naar je verhaal, maar ik zie je in de ooghoek. Ja, ik zou bijna kunnen negeren. Ja, voor ons is het al heel normaal natuurlijk dat dit dingetje staat, maar eigenlijk is het heel bizar om zo te zien. Ja, deze auto is dus echt, ze noemen het een Le Mans prototype. Dus dat is echt een auto die dus ontworpen is voor 24 uur lang volhouden. En zo ook dus deze. En wij zijn dus de eerste elektrische variant ervan. Ja. Nou, te gek. En vandaag is een spannende dag, heb ik gehoord. Zeker, ja. Ja, omdat we dus de auto dus pas net eigenlijk rijdend hebben, willen we eigenlijk vooral checken of hij dus betrouwbaar is, of de batterijen goed werken en vooral ook of de auto veilig is in de besturing. Dus vandaag gaan we eigenlijk dus wat rijden, laag snelheden, om te kijken of het allemaal goed gaat, of het veilig is. Ja. Oké, ik vind het super spannend. Ik ga aan de zijlijn staan en ik observeer de hele situatie. Dat is helemaal goed. Jullie zijn er nu klaar voor? Ja, we gaan beginnen met testen. Dus we rollen hem naar buiten en dan gaan we hem rijden. Kijken of hij het doet. Spannend of niet? Wel een beetje, ja. Beetje dus we hebben nog maar één keer gebruikt, dus als het nog, nou, er kan nog wel dingen fout gaan. Maar we hebben goede hoop. Hey Lieslot. Hallo. Ja, kom, de elektrificatie van bestaande vervoersmiddelen is in volle gang. Zo ook bij Falcon, een ander studententeam van de TUE. Dit is jullie vliegtuig, als ik goed begrijp. Ja, dit is ons vliegtuig. Hier zijn we momenteel druk aan het werk, zoals je kunt zien. Wat is zo bijzonder aan dit vliegtuig? Nou, het mooie aan dit vliegtuig is dat dit vliegtuig elektrisch gaat vliegen. We kunnen deze wel even openmaken. Nou, hier zat dus, voorheen zat hier de grote verbrandingsmotor, die is eruit gehaald. En daar komt dus een hele elektrische aandrijving voor terug. En op die manier kunnen we eigenlijk dat vliegtuig, wat al 50 jaar oud is, hergebruiken.
En volledig op elektriciteit laten vliegen. Jij zegt dat het vliegtuig is van 50 jaar oud. Jij ziet er niet echt uit als 50 jaar. Dus ik neem aan dat jullie dit niet zelf gebouwd hebben. Nee, dat hebben we niet zelf gebouwd. Dit vliegtuig is ongeveer een jaar terug uit Engeland overgekomen. Die mensen die hebben de verbrandingsmotor uitgehaald. En ja, toen stond dit vliegtuig hier. En nu is het aan onze taak om die om te bouwen. Ja. En wat zie ik hier bijvoorbeeld? Nou, op dit moment laat hier één groot contragewicht. Voorheen zat hier dus de motor. Die is eruit gehaald en hier zal de elektrische motor terugkomen. Batterijen, cooling loop, een inverter. Ook in de vleugels zullen batterijen geplaatst worden en achter de vlieger. En begrijp ik nou goed dat eigenlijk jullie maken dus gebruik van een bestaand vliegtuig? Jullie halen er dingen uit en jullie voegen er van alles aan toe? En dat is, jullie bouwen eigenlijk vliegtuigen om dus? Ja, het idee is dus dat dit soort vliegtuigen, die dus inderdaad al 50 jaar rondvliegen, dat daar de verbrandingsmotor uitgehaald kan worden en een hele nieuwe module ingeplaatst kan worden. Op zo'n manier dat de vlieger daar eigenlijk niks van merkt. Carlo, misschien een kritische vraag, maar geloof jij in elektrisch vliegen? Ik denk dat voor de korte afstand elektrisch vliegen met een propeller en batterij heel interessant kan zijn. Maar dat gaat dan meer ten koste van hele lange autoritten of treinritten die allemaal veel te ver om moeten rijden en veel te duur zijn. Want je kunt je echt zo voorstellen dat er in de luchthavens van met een landingsbaan van 750 meter is al genoeg voor zo'n vliegtuig. Dan heb je het over kleine vliegtuigen tot een man of 20. En dat soort luchthavens heb je ongeveer 2000 in Europa. En dan kun je bijna alles met elkaar verbinden op een relatief stille en ook een heel zuinige manier. Dus voor die markt zie ik een ontzettende florisante toekomst. Ja. En als je kijkt naar, als wij het hebben over elektrische mobiliteit, dan denken we al heel snel over auto's. Hè? Want je hebt ooit een brandstofauto gereden, maar jij bent overgestapt. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat ik als petrolhead toen denk, ga eens elektrisch rijden om te bewijzen, want dat wordt helemaal niks. Maar ik moet het wel zelf ondervinden. Ik geef de kans en toen ben ik elektrisch gaan rijden. En toen dacht je in het begin van, ja, maar dat, vooral lange afstand gaat een probleem worden. Ja, naar gelang dat die laadstations kwamen, zag ik eigenlijk dat die range anxiety, hoe dat genoemd wordt, dat eigenlijk helemaal niet zo'n probleem was. Je rijdt met 400 kilometer weg 's morgens en hoe vaak is dat niet genoeg? Nou, en die paar keer dat niet genoeg is, bijvoorbeeld als je internationaal gaat reizen, had je elke 2-3 uur even een rustpunt. En dat is eigenlijk, is heel die range anxiety is er niet meer. Je hoeft bijna nooit te tanken meer en dat soort dingen. Dus daar ben ik overheen. Ik heb ontdekt dat gaat. Nou, is dat nog wel steeds een punt? Veel mensen vinden dat toch iets te lang wachten en is er wel plek. Dus ja, maar als dat laden nog iets sneller gaat, op lange afstand moet je eigenlijk elke 2,5 uur een keer een half uur of een kwartier wachten. Of even pauze nemen. Nou ja, als dat in een kwartier kan, dan is het probleem echt helemaal weg voor mij. Daarom is het ook leuk wat Emotion aan het doen is, om te zorgen dat het ook in een kwartier kan. Houdt de spanning wel extra op, hè? Ja, het is echt veel, zeg maar. Eerste keer dat jij hem ziet, hè? Ja, allemaal even. Ik vind het echt niet echt. Nou, gaat-ie. Ja? Hij gaat. Hij komt nog sneller dan verwacht, moet ik eerlijk zeggen. Hoe snel kan hij op zijn allersnelst? Allersnelst zou hij in ieder geval gesimuleerd rond de 294 km per uur. Wow, bijna 300 km per uur. Bijna 300 km per uur. En Renier, test geslaagd. Volgens mij was het een succes. Ja? Ja, hij heeft heel mooi gereden. We hebben eigenlijk alle tests kunnen doen die we wilden doen. En eigenlijk bijna geen problemen, dus ik ben super tevreden. Ja, het zag er echt, ik ben nog even aan het zoeken naar het woord. Ik denk bruut is misschien het beste woord. Zo ziet hij eruit. Eigenlijk is het ondertussen wel weer sustainable, dus dat zal weer een mooie keerzijde. Maar super tevreden. Ja, want je raakt bijna afgeleid door hoe vet deze auto is, maar het gaat eigenlijk om het batterijpakket. Ja, zeg maar, je zou het bijna vergeten, maar dit ding kan al binnen 12 minuten opladen. En ja, dat is eigenlijk al heel snel. Je moet weten, het is ongeveer net zo groot batterijpakket als een Tesla Model 3. En hij doet het dus eigenlijk al 2 keer zo snel. Dus dat zou je bijna vergeten als je hem zo ziet rijden. Maar
Het is allebei, en-en. En het is nu 12 minuten en het gaat uiteindelijk, is het doel? Uiteindelijk is dus het doel dat die net zo snel opgeladen wordt als dat een, een benzinetank wordt volgetankt. We noemen dat dan ook electric refueling. En wij doelen dan op een tijd van ongeveer 2 à 3 minuten. En dan is het eigenlijk zo snel dat je eigenlijk niet eens meer zou onthouden dat het een elektrische auto is. Ja. Ik zie ondertussen dat de kap eraf is, dus kunnen we eens kijken wat... Even kijken inderdaad naar hoe de technologie werkt, want jullie zien hier inderdaad een grote zwarte doos. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Hier zitten batterijpakketten in. Ja, dus in dit batterijpakket zitten eigenlijk modules. Dat zijn eigenlijk dozen van ongeveer zo groot waar dan batterijcellen in zitten. Die hebben eigenlijk de energie, houden die vast. En om snel op te kunnen laden moeten we eigenlijk zorgen dat de batterijen op een goede temperatuur blijven. Die batterijen worden heel erg warm als je ze heel snel oplaadt. En hoe warmer ze worden, hoe sneller ook je batterijen degraderen. Dat willen we dus eigenlijk kosten wat kost voorkomen. En wij doen dat door eigenlijk de batterijmodules dus te koelen met water, koelwater. En daarmee trekken we dus de warmte eruit. Nou, die warmte wordt opgenomen door het water. En dat moet ook natuurlijk ergens naartoe, die warmte. En daarvoor hebben we eigenlijk een soort van airco systeem. Koelkast, een beetje vergelijkbaar, die de warmte dan weer onttrekt van het water. En zodoende kunnen wij eigenlijk heel dat batterijpakket heel efficiënt koelen. En dit is nog niet zo efficiënt als dat we willen. We hebben alweer ideeën om het nog efficiënter te maken. En dat wordt de volgende stap. Ja, want over 2 jaar op Le Mans. Ja. Wat zijn de grootste mijlpalen of misschien wel uitdagingen die je de komende tijd verwacht? De grootste uitdaging is denk ik misschien ook nog wel goede batterijen vinden. We maken zelf geen batterijen, maar we moeten wel eigenlijk de beste batterijen beschikbaar hebben. Om ook daar weer zo snel mogelijk in te kunnen laden. Dat is ook belangrijk. Dus ga maar zorgen dat wij de beste batterijcellen hebben. Dat is best een uitdaging. En daarnaast is het dus echt wel een uitdaging om die efficiëntie zo hoog te krijgen. En dat is ook echt waar wij onszelf nu dus extreem erg op gaan focussen. En als dat allemaal goed gaat, dan hebben we als het goed is wel alle techniek in huis om een Le Mans auto te bouwen eigenlijk. En die dus echt mee moet gaan doen in 2023. Hebben we eigenlijk vandaag al een beetje bewezen, zou ik zeggen, dat die echt al kan rijden. Dus. Vandaag in ieder geval even eerst de feest vieren met het team, denk ik. Ja, zeker. We gaan denk ik wel even een flesje party optrekken om het even te vieren. Ja. Nou, we hopen eigenlijk toch wel op korte termijn dit vliegtuig om te kunnen bouwen en te kunnen laten zien dat het werkt. In de zin van dat het vliegtuig kan voortbewegen. Het vliegen, dat is weer een stap daarna. Dan zullen we echt flink moeten gaan kijken in die regelgeving. En het belangrijkste is eigenlijk dat we een bijdrage leveren aan innovatie op dit gebied. Als je alles kunt elektrificeren en daar waar dat niet kan, dat je dat doet met brandstoffen die je uit elektriciteit maakt. Ik denk echt dat over een jaar of 30, 40, dan zit je echt in een compleet andere wereld als waar we nu gewend zijn. Waar we nu nog schaarste hebben aan energie, dan ga je naar een soort van overvloed aan energie die bijna gratis is. Dat lijkt me een hele mooie toekomst en zo. Dat begint allemaal met elektrificatie, is allemaal op elektrificatie gebaseerd. Nou, dat is goed dat je het zegt. Meestal gaat het dan altijd net iets smoother. Oh. Oh ja, vleugel.